Hoe word je nou de beroemdste Belg van de hele wereld? Dat kunt u best vragen aan Toet Stielemans. Maar ja, het is wel evident, denk ik. Want hij speelt fantastisch. Niemand kan beter spelen dan hij op de mondharmonica. Hij speelt met de hele wereld daardoor. En het is een heel herkenbaar geluid. Na één noot hoor je meteen al dat het toets is. En elke noot komt echt uit zijn tenen. De man is een en al muzikaliteit. En de muziek van Turks Fruit, noem maar op, met Quincy Jones. Met alle grootheden heeft hij gespeeld. Gelukkig was hij te gast bij mij in Coraco. Maar eerst was ik te gast bij hem thuis in Brussel. Maar dat is Jacques Tielemans. Ah. Hoe oud? 70 jaar geleden, hè. Ja. Dus 3 jaar oud? 4 jaar. En die speelt nog. Wil je dat horen? Ja. Jeetje. Die werkt nog steeds. Dat hoorde mijn papa graag. Wacht. Kijk. Het werkt nog steeds. Geweldig, hè? Dat is hem. 70 jaar oud. Mijn eerste contact met muziek. Ja. Ja. En altijd zo gebleven? Ja. Hier, kijk. Heel John Coppie. Ja, dat was... de eerste plaat. De eerste keer in de studio om iets proberen te maken. Ik had juist met Benny Goodman gespeeld, maar ze wilden geen jazzmuziek. Nee. Toch een beetje meer commercieel, zeg. Laat door. Techniek, hè? Hoop techniek. No. Dat is traditioneel, hè? Ja, helemaal van Benny. Ik leerde al later van Louis Armstrong, Bob Crosby. Dat is orgel, dat is het orgeltje. Okay, ik zit nu achter de piano van Toets en thuis. En nou, dat is meteen een mooie gelegenheid om te vragen, Toets. Je weet van mijn tv-programma, hè, Cor & Co. En nou, niet om te slijmen, maar dat is echt waar. Bovenaan de lijst van de gasten stond jij. En ja, we hebben al een aantal keren samengespeeld. Een paar keer hier en daar in Nederland gespeeld. En elke keer. Ja, ik vond het voor mij. Ja, nou, dat is geheel wederzijds. En de laatste keer dat we gespeeld hebben, dat was op het Noordzee Jazz Festival. Ja, een soort hommage, een groetje aan onze vriend Pim. Pim. Want die heeft toch wel ontzettend veel betekend, vind ik, voor de Nederlandse muziek. En hebben we dit gespeeld. Ja, precies. Mijn Ave Maria voor mijn papa, Bernard Tielemans. Ja. Ja, daar heb je toen voor geschreven, Old Friend getiteld. En ja, dat zou ik fantastisch vinden als we dat met het mooie strijkorkest van het Metropoolorkest... Kijk even voor midden. Thank you.
te blijven van ons? Klik dan op abonneer hier.